Yo mensen, Lucky Gravenel hier met vandaag de 25e aflevering van Road to Nederland. En zoals je ziet komen we meteen tegen een fucking goed team. En daarmee denk ik alleen maar, wil jij ooit coins kopen? Want op een andere manier kun je zo'n team echt niet krijgen. Check dan justfifacoins.nl. Gebruik de code LUCKY, alle letters en hoofdletters, voor 5% korting. Oh ja, en vergeet de video natuurlijk niet even een duimpje omhoog te geven. Bedankt nog voor de support of de alle afgelopen video's. Maar ondanks ja, dat je dan tegen team of the season Ronaldo moet, ja, dat zie je dan wel bij dit soort doelpunten, zeg maar. Dit kan niet gebeuren door een normale soort speler. Dat moet er haast wel een team of the season zijn. Wat wel leuk is, ik speel tegen een team of the season verdediging natuurlijk full en een team of the season keeper. En nog kan ik een corner scoren. Dat is toch best wel apart. Aangezien dat het bijna nooit lukt. En dan net tegen een team of the season team lukt het wel. En zelfs van dit full team of the season team winnen wij de eerste wedstrijd met 2-1. En dat betekent dat de divisie 4 goed beginnen met 3 punten op zak meteen. Dat is altijd lekker natuurlijk. En dan gaan we kijken wat we kunnen uitrichten in de volgende wedstrijd. Maar eerst kopen we zometeen eerst een speler. En dat is namelijk Darryl Douglas. We kennen hem allemaal nog wel natuurlijk. Oud Twente voor 400 munten. Hij is gewoon fucking groot. En daar is eigenlijk alles mee gezegd. Kan fucking goed koppen. En is niet heel snel. Maar nog wel net wat sneller dan bijvoorbeeld Vlaar. En hij moet maar deze wedstrijd onze verdediging onder controle houden. Of ja, dit is zijn eerste wedstrijd dat hij de kans krijgt. Maar let eens op dit doelpunt van Jean-Paul Boetjes. Een Berbatov spin tussen 4 man door. Uiteindelijk gaat de bal op een lelijke manier erin. Maar het was zo'n lekker doelpuntje. Die Berba tussen 4 man door. Jammer dat Weidenfeller nog dat schot aan moet raken. Maar ja, het was wel een heerlijke goal. Hier weer Boetjes die gewoon Felipe Santana. Jawel, Felipe Santana gewoon van zich af bodycheckt. En dan uiteindelijk valt de bal voor de voet van Elia. En die maakt dan, oh nee, het is Narsing zelfs. En die maakt dan de 2-0. En uiteindelijk is hier Wesley Sneijder. En dan is daar Weidenfeller. Dan is hier Narsing. En jawel, dan zie je hier weer Weidenfeller. En dan is het eigenlijk open goal voor Van Persie. Maar ja, je raadt het al. Het was weer Weidenfeller die de bal toch nog tegenhoudt. Op een manier ging hij ook nog naast. Maar dan komt vervolgens de corner. En dan is daar onze debutant Darryl Douglas. En die kopt hem dan ook nog binnen in zijn debuut. Dat is altijd wel leuk om te zien. En zo houdt hij de 0 in zijn debuut. Want zoals je ziet, rage quit mijn tegenstander hier. Dus dat betekent dat Douglas ook meteen het hoogste punt van ons team heeft. En een goed debuut voor ons speelt. En dat is altijd lekker. Want dan denk je van, nou, dat is een chill spelertje. En deze stijgende lijn van 6 punten uit 2 wedstrijden wil ik eigenlijk zo snel mogelijk doorzetten natuurlijk. We komen dan ook tegen een team waar dat in principe wel mogelijk is. Al weet je het nooit met al die Nigerianen. Want het zijn toch wel beesten van de spelers. Maar de wedstrijd begint wel goed. Want hier is Sneijder en die geeft hem op Elia. En die maakt dan de 1-0 in de 4e minuut al. En het wordt allemaal nog mooier in de 9e minuut. Of in de 10e minuut is hier weer Elia voor de 2-0. Alleen dan gaat het even helemaal fout. Waardoor hij in de 16e minuut het bekende flipperkast doelpunt gaat maken. Jawel, pok, 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 pok. En uiteindelijk is het 2-1. En dan uiteindelijk voor de 20e minuut nog is er al 4 keer gescoord. Want hier is de 2-2 dan van Moussa. En dat is niet zo lekker. En zeker als hij zijn comeback compleet maakt in de 47e minuut. Als hij de voorzet komt met Martins. En dan is daar weer Moussa. Ik heb 3 centrale verdedigers die fucking goed kunnen koppen. En wie moet dan wel die koppende speler verdedigen? Jawel, mijn rechtsback van Rijn die daar niks van kan. Die kan gewoon niet koppen. Uiteindelijk weet Elia wel zijn hattrick compleet te maken. Nou, niet een echte hattrick. Maar in ieder geval een beetje zijn hattrick compleet te maken voor de 3-3. Maar dan gaat het alsnog fout in de 62e minuut. Namelijk komt deze bal er overheen. En weer op die fucking Moussa. En dan zie je hem boven in beeld ook aankomen. Lopen, jawel, Oduamadi of iets, iedereen kent hem natuurlijk en die maakt dan de 4-3 uit de fucking rebound en dat is dan ook de einduitslag en zo zetten we onze positieve lijn die we hadden ingezet niet echt door, we blijven uit 6 punten, nu uit 3 wedstrijden, dat is niet heel lekker, maar eigenlijk is dat best lekker voor mij doen, maar dat maakt niet uit. Maar nu komt er iets heel anders. Ik ga namelijk 2 dingen doen om deze serie te versnellen. Het eerste ding is een soort van trading. Ik laat jullie zien. Ik koop William op links buiten voor 7600. 150 voor een kaartje van links buiten naar links voor. Vervolgens transformeer ik die William naar links voor. Daarvoor kan ik hem verkopen voor 8800. Wat met de 5% EA tax die natuurlijk eraf wordt gehaald. Krijg ik dus 8360 munten. Ik heb er dus 7750 voor betaald. Dat betekent dat ik gewoon 610 munten winst maak. Nou, dit doe ik 3 keer. De ene keer maak ik iets meer winst dan de andere. Want de ene kan ik voor iets meer verkopen dan de andere. Dus alles bij elkaar heb ik misschien 1500 munten winst op die 3 spelers. Nou ja, dat moet ik dan heel vaak gaan doen. Wil ik ooit bij Robben kopen? Ik zei eerst, met handelen ga ik Robben halen. Maar handelen in deze markt die zo erg varieert, onstabiel shit is. Is dat gewoon fucking onmogelijk. Dus ik heb nog een tweede manier om misschien ooit nog eens bij Robben te komen. En die ga ik jullie nu even mededelen. En mijn idee was om een soort van leningachtig iets te doen. Ik leen gewoon 100k van mijn eigen, eigenlijk van mijn hoofdaccount zeg maar.
En daarmee kan ik dan Robben halen. En dan moet ik die lening, die 100k, moet ik gewoon weer terugbetalen aan mijn hoofdaccount. En op het moment dat ik die lening heb afgelost, zo zeggende, dan is de serie klaar. Want weet je, dat kreeg ik ook van niemand. Dat had ik ook bij Dortmund. Ik kreeg Royce in de allerlaatste aflevering. Ik heb toen volgens mij 2 wedstrijden, of misschien wel helemaal geen 1, dat weet ik niet eens meer, met Royce gespeeld. Dus eigenlijk zou dat dan ook met Robben gebeuren. Dat betekent dat ik nog 6 afleveringen of zo doorga om Robben te krijgen. Dan krijg ik Robben, dan heb ik het gehaald. Hey, dik feest, Rode Glory Nederland is afgelopen, want ik heb Robben, dus mijn missie is compleet. En dan stop ik de serie, want dan is mijn team compleet. Ja, dan heb ik alsnog voor alles voor niks lopen sparen eigenlijk. Ja, om die Robben te kopen, maar vervolgens speel ik er niet meer mee. Dus op het moment dat jullie daarmee akkoord gaan, ik zet gewoon 2 comments in de comments, zeg maar, van mijzelf. Eén is ja en de andere is nee. En je moet gewoon een duimpje omhoog geven aan degene die jij wil. Ja betekent dus dat ik wel die lening doe. Nee betekent dat ik dat niet doe. Nou, als ik dan dus die lening doe, dan kan ik meteen Robben halen. Kan ik al die wedstrijden nog Robben in ieder geval gebruiken, weet je. Dan heb ik er ook nog iets aan gehad. En dan uiteindelijk betaal ik hem alsnog af. Dus ik heb niet coins gefaked of zo. Want alle coins heb ik dan uiteindelijk zelf verdiend. Alleen sommige heb ik al vooruit betaald voor mezelf, maar die geef ik daarna ook weer terug. Het enige verschil is dan dus dat ik Robben ook effectief heb kunnen gebruiken. En anders haal ik Robben in de allerlaatste aflevering. Dan is het, hé jongens, ik heb Robben, ik ben klaar. Afgelopen serie, doei, komt het nieuwe. Ja, dan heb ik nog steeds niks aan die Robben gehad. Dat is natuurlijk niet leuk. Het leukste is natuurlijk ook voor jullie als ik Robben ook kan gaan gebruiken. Dus zeg maar wat jullie winnen. Het leek mij een best goed idee, al zeg ik het zelf, want ik heb het zelf verzonnen. Er waren heel veel mensen die met allerlei ideeën kwamen waarvan ik dacht van, ja, ik ga geen coins faken of zo. Of ja, zeg maar gewoon coins aan mezelf geven. Dat is niet leuk, weet je. Dat haalt de lol eraf. Nu moet ik eigenlijk wel alle coins zelf verdienen. Alleen geef ik gewoon een voorschot. Jullie begrijpen vast wel wat ik bedoel. Dus vote ja voor ja en vote nee voor niet doen. En dan gaan we kijken wat ik met jullie, of wat jullie mening is daarover. En dan gaan jullie dat volgende aflevering zien. En deze aflevering zit er op dit moment eigenlijk zo goed als helemaal op. We eindigen de laatste wedstrijd nog in 2-2. Dat betekent dat we 7 punten hebben uit 5 wedstrijden. Volgende aflevering gaan we weer verder. Zowel zo niet met Robben. Bedankt voor het kijken. Vergeet zeker niet te liken. En later mensen.